De nieuwe Audi A4 was designtechnisch niet zo heel verrassend, maar dat maakte niet een minder belangrijke auto. De sedan heeft Frank onlangs al gereden, het was even wachten op de Avant en die is nu hier. En we gaan bij om de Avant extra ruimte natuurlijk, dus daar gaan we even mee beginnen. En dan valt op, we hebben hier een elektronische achterklep, die is geloof ik standaard zelfs. En 505 liter, en dat maakt nog altijd geen Volkswagen Passat, Ford Mondeo of Skoda Superb, maar voor het premium D-segment vind ik het nog altijd heel wat. Relatief laag deeldrempel, goed toegankelijk. Dat is in elk geval niet meer zo krap als het ooit in het verleden geweest is. Dan gaan we door naar de achterbank. Zo, dan valt me op, de instap voelt redelijk krap aan, maar volgens val ik behoorlijk naar achter. De extra ruimte hier, de hoofdsteun niet in mijn nek. En dan ook hier geldt, het is natuurlijk geen Superb, maar ja, zeker die vorige Audi A4, die sedans herkende ik vrij goed. Was de beenruimte toch echt wel minder dan nu. De hoofdruimte is natuurlijk ook wel beter. Ik heb geen glazen dak, dat scheelt. En het is de Avant, dus hij loopt minder af. En die is hier eigenlijk nog redelijk vol te houden. Afwerking, ja, heel netjes. Ik heb wel het idee dat een C-klasse een bepaalde vlak ietsje verder is. Maar het ziet er wel, ja, het ziet er wel weer gewoon heel netjes uit. Zeker voor het D-segment. De nieuwe A4 wordt leverbaar met een hele rits aan motoren uiteraard. Sowieso 3 benzine, 3 diesels, nog los van de S4 die al onthuld is. En er komt nog iets met aardgas bij voor de Avant. Dit is, waar ik in nu rij, de instapdiesel 2.0 TDI. De instapdiesel van Nederland 2.0 TDI met 150 pk in ultra uitvoering. Ultra betekent bij Audi dat die zuinig is. 106 gram genoeg voor, jawel, gaan we weer, 20% bijtelling dit jaar en zelfs nog 21% volgend jaar. En dan is meteen, ja, het feit 150 pk, dat is niks spaardiesel meer aan natuurlijk. Het is gewoon lekker veel, 140 pk, dat was in de vorige A4 al heel wat. Daardoor trekkracht zat, koppel zat. Je merkt wel dat overbrengen erg lang zijn. Dus heeft zo'n 1800 toeren in zijn 6 in 120. Dus op een 80 weg heb je kans dat je gewoon terug moet naar 5, omdat hij anders gewoon gaat bokken. Maar goed, dat maakt hem lekker stil en lekker zuinig op lange afstand. En meteen heb je een pluspunt te pakken van zo'n A4 ten opzichte van zijn premium concurrenten 3 serie en C-klasses. Namelijk dat de instapmotoren zijn bij Audi vrij goed. En ik vind de instapmotoren bij zowel BMW als Mercedes meestal het zwakke punt. Ga je naar 6 cilinders of hele dikke 2 cilinders inmiddels, dan wordt het een ander verhaal. Maar bijvoorbeeld de diesels bij BMW en Mercedes in 4 cilinder formaat, die zijn gewoon wat rumoerig. Deze, nou, je hoort net dat het een diesel is, maar ja, hij dreunt niet, hij knettert niet. En start er zo'n C-klasse 220 CDI of D, dat heet het tegenwoordig, 220D. Dat dreunt echt wel flink harder. En hetzelfde geldt voor die BMW's. Plusje voor de Audi dus. Het rijden. Ja, het is natuurlijk een voorwielaandrijver. En dat zijn die twee genoemde concurrenten niet. En ja, dat merk je. Maar ik moet zeggen, Audi heeft heel wat onderstuur weggehaald. Uiteindelijk schuiven we steeds gewoon draaglijk door. Maar het hele zwaarlijvige is verdwenen. Sowieso is de hele auto tot 120 kilo lichter. Dat merk je natuurlijk wel. Maar sowieso een hele balans van de auto. Is hij gewoon wat minder zwaarlijvig op de neus. En dat is een goed teken. Wordt hij echt sportief? Nou ja, Audi vindt van wel. Ik vind het eigenlijk van niet. Hij ligt mooi strak, zeker op de snelweg. Glooiende bochten op hoge snelheid. Heel goed, ideaal voor autobaanblazen. Maar ja, besturing, die feedback is er nog steeds niet. En er is een verschil tussen een auto die strak ligt en een auto die daadwerkelijk dynamisch en ambitieus en met gevoel rijdt. Ja, en dat is natuurlijk gewoon het oude Audi-verhaal over alle fronten. En dat merken we ook bij deze A4 weer terug. Wat heeft hij dan wel? Ja, verfijning, wat ik zeg, op hoge snelheid, de demping subliem. Hij is een stuk comfortabeler dan zijn voorganger, maar totaal niet week. En ja, de finesse en de wetenschap van de auto merk je daardoor heel erg bij het rijden. En dat is wat Audi aantrekkelijk maakt. Zeker in combinatie met het interieur, waar ik zo wat over ga zeggen. Die passie die je bij een Mercedes hebt, vanwege zijn comfort en toch ook zijn verfijning en rijgenot, of bij een BMW vanwege zijn dynamiek, die heeft die Audi geen van beide. Het zit er een beetje tussenin. Maar dan toch zonder dat gevoel wat fijn rijden is, wat ook al een MX-5 heeft of een BMW 3-serie heeft of zo. Ja, daar is Audi toch nog ver van verwijderd. En ik heb inmiddels de indruk dat ze ook niet zo belangrijk vinden. Oké, dan nog even hebben over het interieur. De zitpositie heb ik net nog niet gedaan. Ten eerste de zitpositie zelf. Helemaal super. De stoel kan goed laag. En de stuur is heel ver verstelbaar. Echt, kan heel ver naar je toe. En dat is top, want dan kan je weer de stoel wat naar achter zetten, zodat je veel ruimte hebt voor je benen, terwijl je toch het stuur dichtbij genoeg hebt voor veel gevoel. Zo moet het. Afwerking materialen. Ja, bij de statische onthullingen heb ik het over gehad. Het is echt wel heel mooi hoor. Dit hier, klimaatcontrole, aluminium hier. Je weet natuurlijk dat dit een super dikke versie is. Dit is wel de max van wat er is. Maar goed, dat geldt natuurlijk ook voor de rest. Dit gaat voorbij de huidige BMW 3-serie.
Maar daarentegen de C-klasse vind ik zelf even, ja, je hebt ook design, maar als ik naar materiaalgebruik en sfeer kijk, vind ik de Mercedes nog een tikje verder. Dit is iets meer high-tech en de Mercedes is wat warmer. Het ligt ook weer of je natuurlijk voor hout kiest of voor aluminium, maar dan nog. Het ziet er wel goed uit. Techniek gaat Audi natuurlijk ook heel ver. Kijk, TFT-scherm hier, optioneel. Je kan er alle kanten mee uit. Je kan ook hier de klokken klein en de klokken groot. Neem dan ook de navigatie. Nu gewoon Google Maps heel ver. Kan je eventueel nog dat in 3D doen. Het ziet er ook wel heel mooi uit dan. Hier zo'n view, ja, met die bergen erbij. Vind je dat onoverzichtelijk? Prima. Dan pak je gewoon een normale kaart. Weet je wel, het verzin het en het kan. Audi gaat ervan uit dat je bijvoorbeeld de bestemmingen invoert, dat je het schrijft op het MMI-systeem, of dat je het zegt. Vind je het niet prettig? Nou, dan gaan we toch gewoon naar een toetsenbord. Weet je, het zijn oneindig veel opties voordat je het allemaal hebt uitgeplozen, ben je een heel eind verder. En in zijn totaliteit is het vooral heel veel meer en beter van wat we van Audi al kennen, waardoor Audi-fans helemaal wild zullen zijn van deze auto. BMW-rijders die voorheen vonden, ja, aan het Audi mis ik mijn BMW-gevoel, dat zit er nu nog steeds niet in. Ja, hij mikt gewoon heel erg op het Audi-imago met veel high-tech, uitschaling, gadgets. En het pure passie voor het rijden, ondanks de goede aandrijflijntechniek, dat heeft hij nog steeds niet.